ben Pinocchio en ik zit hier in het Zonsbeekpark bij het Kabouterfestival. En ik heb het hier heus al naar mijn zin hoor. Oh nee, mijn neus is al goed. Ik lieg. Van 14 tot en met 22 oktober is het Zonsbeekpark omgetoverd tot een waar sprookjesfestival. De plek waar de kleine kinderen zich in de herfstvakantie prima kunnen vermaken. Ik ging er naartoe en ondertussen door mijn reis door dit sprookjesachtige gebied kwam ik een hele enge heks tegen. Ja, maar dan wel eentje die een beetje versleten begint te raken. Dus veel streken haal ik niet meer uit. Want die kindertjes worden daar heel snel bang van. Ik denk dat ik liever een vee zou willen zijn dan een heks, eerlijk gezegd. Ja, ja. Maar ja. Maar daar bent u te stout voor. Ja, ach ja. Ik ben een heks van 77 jaar oud. En die heeft natuurlijk al heel wat streken uitgehaald, ja. En wat doet u dan hier in het tentje van u? Op dit moment vang ik de kindertjes op en leg ik ze uit hoe ze in de sprookjestuin ook nog op zoek kunnen gaan naar een vriendje voor het lelijke eendje wat zo gepest wordt. Ja. En verder kijk ik of er genoeg water nog zit in de bak waar Alice in Wonderland staat. En of ik Piet Piraat moet helpen als hij het erg druk heeft met heel veel kinderen die met het kanon willen schieten en dat soort dingen. U bent Piet Piraat? Piet Piraat, ja. En ik bedien hier het piratenkanon. Dat is het boordkanon van het Piet Piraat. En daar proberen we blikjes mee te schieten. En dat vinden de kinderen ontzettend leuk. En als ze dan goed geschoten hebben, dan mogen ze even zoeken waar de schat is van Piet Piraat. Dus ik zou zeggen, ga maar eens even kijken bij die schat. Ja? Moet ik gaan kijken? Ja. Dus ik moet gewoon de voetstapjes volgen en dan komen we bij de schat. Ja. Nou, ik denk dat ik hem gevonden heb, toch? Ja, geweldig. Dan weet ik weer waar hij is. Moet je even kijken wat een prachtige schat dat is. Wauw. Kijk. Wat een edelstenen en kettingen en goudstukken. Nou. Dat is wel echt goud inderdaad. Ja, ja. Ik ben heel erg blij dat ik nu weer weet dat die schat is. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Mooi zo. Die neem ik zo duidelijk maar even mee naar huis, denk ik. Maar hoe is het dan om piraat te zijn? Hartstikke leuk om te zien, sowieso hier te zijn, om te zien hoe geweldig die kinderen daar van genieten van dit geheel. Ik zeg altijd, ik vind het voor de kinderen veel leuker dan de hele Efteling. Ja, dat is nou geen reclame voor de Efteling, maar de kinderen zijn hier zelf bezig. Hè? Daar worden ze vermaakt en hier vermaken ze zichzelf. En als je ziet wat ze daar allemaal mee doen, dan daar geniet ik elke keer weer van. Hier kunnen ze de touwtjes zelf in handen nemen. Ja, dat is echt heel goed, hè.